Jonkheer van Deuren, burgemeester van Heemstede, hijst de rallyvlag in het prachtige bos Groenendaal ter opening van de eerste internationale kampeerrally sedert de oorlog. Scandinaviërs, Italianen, Fransen, Engelsen, Amerikanen, Zwitsers en zelfs Portugezen hebben ertussen de Nederlanders hun tenten opgeslagen. Kamperen, dat blijkt nu wel, kan men op velerlei manieren. Er zijn er die zelfs geen bescheiden tentdak boven hun hoofd nodig hebben. Anderen kunnen het onder de blote hemel niet stellen zonder het comfort van een flat met een moderne zitkamer. Misschien herbergt zo'n eengezinshotel zelfs een badcel. Of gewoon een vestzakbad toch ook aan de eisen der hygiëne blijkt te voldoen. 3000 mensen kwamen hier bijeen, niet alleen om vriendschap te sluiten, maar ook om internationale vraagstukken van de kampeersport te bespreken.